Kunnen jullie allebei even iets zeggen? Ik heb hier de Bose Ultra Open Earbud. Was het? Ja, goed. Ja. Mooi. Heb het? Mooi. Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering Vetste Producten. Ik ben Martijn, ik ben vandaag samen met Fer. We hebben 3 producten in deze aflevering. Fer, wat heb je meegenomen? Ik heb meegenomen oordopjes, bijzondere oordopjes en een hele leuke speaker. Speaker. Ik heb een Insta360, de 4e generatie van hun 360 camera. Vette functies, beter dan de vorige, dus ik ga vertellen wat er allemaal nieuw is aan deze ten opzichte van de X3. Oké, cool. Zal ik beginnen met de speaker? Hij staat niet op tafel. Nee. Dat is met een reden, want het is namelijk eigenlijk... Wat? Een schilderij. Het heet de Samsung The Frame, Music Frame. En waarom ben ik in de war? Omdat het inderdaad een beetje familie is van de frame, die je kent van de televisies van Samsung. Ja. Maar het ziet er zo niet uit als een speaker, ik ben meteen een beetje soort van sceptisch. Ik denk, ja, hartstikke leuk dat het vermond zit, maar hoe klinkt het dan? Oké, ik ga het je gelijk laten horen. Ja. Ik rook die appelmint. Appelmint. En het stijgt naar me. Ja, dat zag ik niet aankomen. Nee, hè? Nee, serieus niet. Nee, inderdaad. Omdat hij zo plat is en echt omdat het op een schilderij lijkt, heb je niet de indruk dat het echt goede muziek kan geven. Maar hij is best wel krachtig. Komt goede muziek uit en ik denk dat je ook best wel een grote ruimte ermee kunt vullen. Ja. Ja, hè? Ja, zo klinkt het wel. Ja, hè? Waar komt dat geluid vandaan? Het zit zo. Hij zit sowieso in elkaar. Deze kun je eraf halen. Dus dit is de speaker. Of althans, dit is het paneel waar het geluid uitkomt. Onder andere ook aan de achterkant. 6 speakers zitten erin. Hij ondersteunt Dolby Atmos. Je kunt hem verbinden met Bluetooth met je telefoon. Je kunt hem verbinden via wifi. Je kunt hem gebruiken als multi-room speaker. Je kunt hem verbinden met je televisie. Je kunt er 2 aan elkaar verbinden. Dan heb je dus naast je televisie stereo geluid. Oh, ja. Je kunt ze als achterspeakers gebruiken. Dan heb je dus surround met je soundboard, televisie en dus 2 achter. En het mooie is dat als je dit ophangt, dan valt het dus niet op dat er speakers zijn. Nee, dus precies. Als er geluid in de kamer klinkt, dan hoef je ze ook niet te zien. Als je dat nou echt je niet mooi vindt. Je hebt straks je televisie staan en dan gewoon aan de muur achter 2 schilderijtjes. En daar komt er geluid uit. Dat is wel heel goed. Dat is wel vet, hè? Ja, dat vind ik vet. Ja. Dus dat, je kunt hem nog personaliseren door plaatje te vervangen. Want dit is natuurlijk het standaard plaatje wat je erbij krijgt. Maar dat is dus gewoon eigenlijk een kartonnetje wat je dus vervangt. Nou, dan heb ik hier een andere. Oké, dan doe ik die. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een foto uitprinten van je kinderen. Of je doet een plaatje van je favoriete artiest. Of je print iets uit. Dus je kunt dit personaliseren naar je eigen smaak. Maar je kunt ook lijstjes bestellen. Zodat je hem dus kan matchen met de andere schilderijtjes die je ook in je huis hebt hangen. De perfecte combinatie is de Frame. Samsung The Frame televisie. Daaronder de Ultra Slim soundbar. En dan deze 2 keer achter je op de muur. En dan heb je echt wel de setting voor in een huis waar je niet wil dat de multimedia opvalt. Heb je nou een televisie van Samsung met Q-Symphony, dan kun je ze ook naast je televisie hangen. En dan werken de speakers van de televisie samen met de speakers van de Music Frame. Vet ding toch? Nice. Ik vind het echt vet. Ja, is die ook. Alright. Insta360 X4. Oké. Het is een 360 camera. Dat klinkt logisch, omdat het merk Insta360 heet. Ja. Maar ze maken ook actioncams en dat soort dingen. Dus, maar dit is hun nieuwste 360 camera voor consumenten eigenlijk. Het is de X4, dus het is de opvolger van de X3. En wat het eigenlijk het eerste wat opvalt is dat die fysiek gezien ietsje groter is dan de X3. Daardoor is het scherm wat groter, is de batterij wat groter, is de batterij die wat beter. Oké. Alright. Hallo. Het lekkere natuurlijk van een 360 camera is dat je altijd alles filmt. Ja. Normaal gesproken, als je een weekend weggaat of je doet een vakantie of je gaat snowboarden, dan moet je een soort van nadenken over, oh ja, nu wil ik dit shot maken en dan moet ik dat. En oh ja, maar als die camera dan op mijn snowboard staat, dan moet die een beetje omhoog, anders... Dat hoeft niet. Je zet de camera altijd aan, alles. Je maakt altijd elk shot eigenlijk wat er bestaat. Die beelden sla je op, je kan ze op je computer zetten of je kan een app gebruiken op je telefoon. En achteraf kan je reframen. Dus je kan zeg maar, net zoals nu, een shot maken van mij. En dan zie je mij, maar tegelijkertijd heb ik jou ook gefilmd. Dus je kunt ook gewoon achteraf draaien naar jouw shot. En dat doen we ook gewoon in de edit. Dus ik denk dat we hier ergens wel laten zien hoe dat eruit ziet. Zwaai maar even jongens, want jullie zijn op tv. Ja.
Tot slot heb ik ook nog, wil ik even de app laten zien, want je kan in de app van Insta360 sowieso heel veel AI-achtige vette functies kiezen. Ik heb dat wel eens een keer in TikTok laten zien. Dan doe ik een paar vette moves. Dan maakt hij echt zo'n soort cyberpunk. Dat soort dingen kan je ook met deze uiteraard doen. Toen ik hier naartoe kwam, naar kantoor, ik ga altijd met mijn longboard. Dat vind ik wel lekker. Dus ik heb even een paar shots gemaakt. Kijk, als je het afspeelt, dan kan je gewoon... waar ben ik? Hier kan je... Kan je inderdaad rondkijken wat er allemaal om je heen gebeurt. Je ziet nu hier longboarden in die tunnel. En dan als je denkt, oh, waar ben ik dan eigenlijk? Ja, waar ga je heen? Ik ga hier zo met mijn longboard, ga ik hier zo, oei, daarop. Ik dacht dat je het stuurde. Ik denk, nee, dat kan niet. Ik wist wat er ging gebeuren. Dus ook, nee, je ziet bijvoorbeeld mij hier zo. En dan kan ik zeggen, kijk, kan je dit revealen? Kijk, pjoe, bam, uitje uit. Mooi, man. Zo, bam. En dan, je kan er zo'n little world dingetje van maken, ook als je dat leuk vindt bijvoorbeeld. Ja, dus dat is heel erg cool. Alleen daar al mee spelen is wel grappig. Maar je kan dus ook een paar slimme functies toevoegen. Nou, dit is bijvoorbeeld een split screen. Dus je kan dan bijvoorbeeld zien mij, maar ook wat ik zie op dat moment. Ja. In deze editor eigenlijk kan je knippen, je kan de beeldverhouding veranderen, je kan muziek toevoegen, je kan die multi-point view kan je toevoegen bijvoorbeeld. Maar hierboven heb je ook drie schuifjes. Je hebt de Pro, dan kan je alles zelf aanpassen. Mm-hmm. Quick, dat is heel erg simpel, maar ook AI. En als je dat aanklikt, dan kan je gewoon zeggen AI Analysis, Auto Frame en dan klik je op Play. En dan maakt hij dus dit clipje. En je ziet dat hij automatisch knipt naar een ander shotje. Naar de soort van revealing shot waar ik... Wow. Oh, kijk even. Oei. Doet hij allemaal zelf, hè? Heeft hij zelf bedacht dit? Oh, bam. Tram. Oh, dat is een coole overgang. Hij knipt ook heel erg rond. Ja, volgt hij die tram ook, ja. Staat hij, hoor. Oh, kijk, ja, grappig. Hij laat het ook echt zien dat ik mijn longboard neergooi op de grond. Ja. Hij had alles kunnen pakken, maar hij ziet dan toch dat dat het belangrijkste stuk is. Ja. En hier pak ik hem ook op mijn longboard. Kijk dan! Ja, klaar. Ja, leuk. Dus hij maakt hem ook al korter. Hij maakt van dit was 44 seconden, maar de hele clip was bijna 2 minuten. Dus hij pakte de beste stukjes uit. Alright, gaan we door. Ja, zeker. Mooi. Ik heb oordopjes mee. En omdat het verse product is, zijn het natuurlijk geen normale oordopjes. De Bose Ultra Open Earbuds. En die stop je dus niet in je oren, maar die hang je aan je oren. Oh, hij zit ook echt niet in je oorgang, zeg maar. Nee. Ik wist dat je hierheen zou komen met oordoppen die je aan je oor kon hangen. Toen dacht ik, ziet dat er dan uit als een oorbel of zo? Wel zo'n soort... Een soort van piercing plekje zit. Het fijne ervan is dat je dus nog je omgeving blijft horen. Ik kan nog steeds met jou praten en zo. Ja. En ik hoor mijn muziek of als ik word gebeld, dan hoef ik alleen maar op de knop te drukken en dan neem ik op. En ik hoef niet andere knopjes in te drukken, wisselen van modus of oordopjes in of uit te doen. Ik kan ze ook gewoon lekker laten zitten. Mijn ervaring is ook dat als ik ze lekker laat zitten en ik ben aan het werk op mijn computer en ik bekijk filmpjes met de audio, dan heb ik ook op een gegeven moment gewoon niet door dat ze er nog zitten. Krijg je niet zo'n soort zo'n druk plekje dat je op een gegeven moment zo'n... Nee. Weet je wat? Nee? Hier, dit is de linker. Vouw hem eventjes in je oor. Oh, wauw. Grappig. Ja. Vouw hem echt. Krult dus ook echt om je oor, omdat er een soort van elastiekachtig dingetje in zit. Ja. Dus je voelt nu dat hij erin zit, maar wacht even een half uurtje en dan ben je hem gewoon echt kwijt. Dan heb je gewoon niet meer door. Net als misschien een bril. Of, ja. Op een gegeven moment heb je het niet door. Nee. Oh, grappig. En je merkt dan nu ook gelijk van, het was niet zo moeilijk met even overnemen, terwijl hij net uit mijn oor komt. Ja, in jouw oor. Denk ik ook. Nou, pak even precies, die zou ik ook niet in mijn oor stoppen. Nee. Maar goed, met deze oordop is het best wel hygiënisch. Je hoeft hem niet zo vaak schoon te maken dus, want je zit niet in je gehoorgang. Je kunt hem dus ook heel makkelijk gebruiken voor je werk. Dan kan je video bellen en tegelijkertijd je collega's horen. Of je kunt muziek opzetten en tegelijkertijd ook nog het verkeer om je heen. Muziek zo. Goed zo. Ja, als je een... ga ik harder praten nu? Weet je wel. Weet je wel. Nou, ik heb hem ook hard staan. Dat geeft niet. Maar als je dus normaal gesproken oordopjes hebt en je doet er één uit, dan hoor je het gewoon links. Ja. Maar nu, ik had deze in. Ja. En toen dacht ik, dat is niet zo best. Maar je moet, ik zou wel zeggen, je moet ze allebei dragen. Ja. Want nu denk ik, dat klinkt wel lekker eigenlijk. Ja, maar het gekke is dus, dat is ook het bijzondere, dat ze best wel lekker klinken, ondanks dat ze niet in je oor zitten. Ja, precies. Want je voelt en hoort ook wel echt bas. Dat is nou het perfecte. Dat is nou echt het knappe van dit product. Vaak is de bas pas goed wanneer je echt contact hebt. Ja.
Maar nu heb je die ook wel best wel sterk, ondanks dat het zeg maar in je oor zweeft. Ja. Ja. Dus dat hebben ze best wel goed gedaan. Ze zien er, ik vind ze er best groot uitzien, moet ik zeggen. Ja. Maar ze zijn licht. Ja, hoor jij de muziek? Nou, als ik heel stil ben, dan... Ja, nu zeker. Het is dus, er komt wel echt, zeg maar, muziek uit. Ja. Zet het iets harder? Maar goed, dus waar gebruik je deze dan juist wel? Ik zou hem gebruiken op kantoor, wanneer je veel moet bellen. Ja. Wanneer je veel moet interacten met en je omgeving en je laptop of je telefoon. Dan mag je niet de hele tijd wisselen. Ik zit dan met de koptelefoon. Ja, zegt hij af, op, af. Dus dat is echt ideaal. Ja. Als je gewoon veel moet bellen en veel moet interacten met je omgeving. Cool. Maar goed, dat is nog niet alles. Dus best wel goed geluid voor iets wat niet in je oor zit. Daarnaast heeft hij ook immersive audio. Dus ik zal je het verschil even laten horen. Hoor je nog muziek? Ja. Dit is uit. Immersive audio uit. Dus dan klinkt het echt wel alsof de muziek gewoon echt in je oor zit. Ja. Ja. En dan doen we hem dynamisch. Ja, het lijkt meer... Om je heen te gebeuren, hè? Ja, klopt. Ja, dat maakt het gewoon wat realistischer. Ja. Alsof er dus een laagje audio over jouw realiteit komt te liggen. Nou, ja, dat klopt, ja. Ja, grappig. Ja, dat hoor je wel heel goed. Dus als je de immersive audio uitzet, dan is het gewoon alsof, alsof je gewoon oordopjes in hebt. Ja. En doe je de immersive audio aan, dynamisch, dan klinkt het alsof het gewoon echt in de ruimte gebeurt. En het mooie is ook nog, stel nou je bent bezig op een laptop met een scherm, je rijdt echt door. Dan heb je ook nog met headtracking. Dus als je dan naar rechts draait, dan blijft het geluid wel van deze kant komen. Ja, dat werkt op zelfs met je telefoon. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Als het goed is, blijft het geluid. Wow. Ja, je altijd niet meer komen. Ja. Dat is wel waf, Dat is nog een derde optie. Vind ik heel leuk. Ik zou het op straat en in de tram niet gebruiken, want zodra de tram dan een bocht maakt, dan blijft die auto daar even vandaan komen. Hangen. Ja, blijft die hangen. Ah, met muziek hangt op mijn centraalstation. Ja, dus wel heel tof als je dus met een laptop bezig bent of zoiets dergelijks. Maar goed, voor de rest, en daar ben ik zelf eigenlijk nog steeds wel fan van. Veel oordopjes en koptelefoons krijgen steeds meer touchbediening. Ik vind het nog steeds heerlijk als er knoppen op zitten, omdat je, als je hem indrukt, weet je zeker dat het goed gaat. Terwijl met touch kun je er nog wel eens naast zitten. En deze hebben ook weer gewoon knopjes. Dus fan van de knopjes. Oh, dit ook, jongen. Ja, magneetjes, heerlijk, hè? Kijk, dan moet je kijken. Hij trekt hem bijna... Oh, oké. Okay. Ja, nou, push je de limit. Hij trekt hem bijna dat doosje in. Ja. Ik vind het echt een mooie producten gewoon. Ik vind de case mooi. Ik vind het design van het merk mooi. En batterijduur? Batterijduur, 19 uur of zo, wou ik zeggen. Moet ik even opzoeken. Nou, in de case heb je dan nog een capaciteit van 19,5 uur extra batterijduur. Handig man, die video's. Ja. Die gasten. Nice. Die Dus dat, nou, wil je meer informatie over wat de actuele prijs is, bekijk dan, klik dan op de link in de omschrijving voor de productpagina. Ja. Je had nog iets in je contact zitten. Oh ja, en ik heb nog een bonusproductje. Wel vet, ben ik ook onlangs tegengekomen. Hij zit echt in je zak. Ja. Was een gok. Nee, ik heb in mijn zak. Eerder had ik natuurlijk een video gemaakt, of eigenlijk een TikTok gemaakt, over JBL oordopjes met zo'n schermpje erin. Ja, laat ze even zien in de video. En dat was één product. Nu komen er drie nieuwe producten. Twee zijn er al te koop. Een derde komt binnenkort. Met dus zo'n schermpje. Die zijn wat goedkoper, dus ook wat betaalbaarder. Maar dan heb je dus op het schermpje allemaal functies die je kunt bedienen. Batterijduur, volume, de stand van de muziek. Nou goed, allemaal dingen die je aan en uit kunt zetten. De instellingen van de oordop, noise cancelling aan of uit. Die je dus kunt bedienen via het schermpje. In plaats van dat je de app op je telefoon nodig hebt en daar dan... Ja. Oh, wat grappig. Ja. Het zijn drie varianten. De Live 3 Buds, Beam en Flex. Dus voor elk soort oordop of wens is er een variant. En alle drie hebben ze zo een schermpje. Vet, hè? Want die anderen zijn andere, echt andere modellen of zo. Andere pasvormen. Andere pasvormen is het eigenlijk. Maar goed, de case is zelf een dagelijks. Nou, uniek wel. Nooit eerder gezien. Vet, hè? Ja. Wil je de TikTok zien? Meer informatie? Check het ietje. Dat was het dan voor was deze aflevering. Toch vier producten. Toch nog vier producten. Ja. Cool. Ja. Thanks dat je hebt gekeken naar deze aflevering van Beste Producten. Ja. Heb je nog vragen? Stel ze dan onder deze video in de comments. En voor nu, van ons, thanks voor het kijken en tot de volgende. Tot de volgende. Doei.